Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker, ik zit hier vandaag met broeder Gabriel Porras. Welkom Gabriel. Dank je. We hebben vandaag de 15e les op de planning staan. Die les die heet Nebukadnezars trots en vernedering. Een bekend verhaal over inderdaad trots en uiteindelijk vernedering, maar uiteindelijk ook vooral de verheerlijking van God die daarna het gevolg is. Een les waarin we zien dat hoe meer we onszelf verheffen, hoe harder God ons moet storten in het dal van vernedering om ons ego te kunnen overwinnen. Ja. Veel te bespreken, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst in gebed. Trouw Hemels Vader, we komen tot u op dit moment. Ik wil u danken voor uw liefde en het leven dat u ons geeft. Ook dat we op dit moment weer deze les mogen doornemen. En dat u ook de kijkers mag zegenen. Dat uw geest in ons midden mag zijn, zodat wij op de juiste manier kunnen doen. We vragen dit alles in de naam van Jezus. Amen. Amen. Goed. De 15e les. Nebukadnezars trots en vernedering. En de geheugentekst die erbij staat is denk ik, nou geeft de kern van de les heel goed weer. De tekst uit Lucas 14, vers 11. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ja. Dat zien we ook duidelijk in deze les. En dat zie je ook vaak in de Bijbel. Trots komt altijd voor de val. Ja. Vaak wanneer mensen dan zich verheffen, dan zien ze dat zij kort voor de val voor hun val staan. We zien het natuurlijk ook, het kunnen ook de beste mensen gebeuren. Hiskia is het overkomen. Ja. Salomo die begon nederig, maar ja, die ging ook het verkeerde pad op met de afgodendienst. Ja. Onder andere omdat hij zo rijk en zo goed ging. Dus vaak maken we de fout, we worden rijk gezegend door God, dat erkennen we ook. Mm-hmm. En op een gegeven moment vergeten we dat we voor al die zegen die we hebben ontvangen afhankelijk zijn van God. Ja. En dat zien we eigenlijk ook hier. In dit geval gaat het natuurlijk om een koning die geen Joodse koning. Mm-hmm. Het is een Babylonische koning. Ja. Maar hij krijgt de kans om God te leren kennen. We hebben we gezien in de afgelopen keren, hoe keer op keer. Daniel 2, Daniel 5. Daniel 2 en Daniel 3. En nu in Daniel 4, hoe hij nog een keer een ervaring met God maakt. Ja, precies. We gaan beginnen bij de eerste vraag. Een nieuwe profetische droom. We hebben er eentje gehad in Daniel hoofdstuk 2, zoals je net benoemde. Mm-hmm. De ervaring van de drie vrienden hebben we ook nu onlangs gehad. Ja. Waarin dus allemaal gelegenheden waarin koning Nebukadnezar de kans kreeg. Ja. Om God te erkennen en zijn macht en zijn heerlijkheid. En Nebukadnezar krijgt een nieuwe gelegenheid. Hij krijgt een nieuwe droom. Alleen is deze droom geen prof. Het heeft te maken met hem, met betrekking tot hem als persoon. Ja. En niet voor zijn koninkrijk. Want we zien zometeen gaan we zien. Ja. Het is echt specifiek op hem van toepassing. Precies. En de beschrijving in de Bijbel van deze droom is een bijzondere manier. Het is in de vorm van een brief. Ja. Of in de vorm van een aankondiging. Het is namelijk, het begint in Daniel hoofdstuk 4, vers 1 tot 5. Koning Nebukadnezar aan alle volken, talen en natie die op de hele aarde wonen, mogen vrede u toenemen. En vervolgens vertelt hij over de Allerhoogste God, hoe belangrijk God is, hoe machtig God is. En vertelt hij wat in hem zo gebeurt. Dus het is een getuigenis, mm-hmm. Een ervaring die hij deelt. Ja, ja hij is echt onder de indruk van wat met hem is gebeurd. Hoe zijn ervaring op dat moment was. En hij begin af was. Hij geeft de eer aan God vanaf het begin. Mm-hmm. En hij geeft ook aan dat hij bekeerd is. Dat hij een les heeft geleerd. En dat God echt God van hemel en aarde is. Precies. En dat is natuurlijk ook Gods plan geweest met al deze dingen. Met Juda, maar Juda heeft het natuurlijk niet gedaan. En het volk van Israël niet. En God liet het toe dat het volk van Juda in ballingschap zaten. Zodat zij ook niet alleen tot besef zouden komen van wat ze hadden gemist, maar dat ook andere volken tot de kennis van God zouden komen. Het is uiteindelijk altijd Gods doel geweest met zijn volk op aarde, is om zijn heerlijkheid bekend te maken aan iedereen op aarde, om duidelijk te maken dat God dit leven van ons op aarde bestuurt en heerst, om een licht te zijn voor de heidenen. Mm-hmm. Lukt inderdaad niet, dus niet. En dus gebruikt God de ballingschap. Ja, dan laat me ook denken aan wat Jezus zei. Als wij de boodschap niet vertellen, zullen de stenen dat doen.
En dan gebruikt God een koning om de bekende wereld toen in de tijd... Ja, een heidense koning om de naam van God te vergroten en de kennis van... Ja, en we zien hetzelfde ook gebeuren in een aantal komende lessen over Daniël de Leeuwenkuil. Ja. Dat aan het einde ook Darius een soortgelijke afkondiging geeft. Zijn ervaring is dus, hij krijgt op een bepaald moment, hij leeft zijn leven... en uit het niets krijgt hij een droom en daar wordt hij bang van. Mm-hmm. Ja. Hij lijkt dus al enigszins te zijn vergeten dat... Nou, al die dingen die hij ervoor heeft meegemaakt met de vrienden van Daniël en Daniël zelf. Mm-hmm. En dat zien we wel vaker. We hebben een moment ervaring met God. En daardoor wordt ons geloofsleven versterkt. Maar op een gegeven moment, het gaat allemaal goed. En we hebben God niet meer nodig, lijkt het. Ja. En gaan we gewoon verder met ons leven zonder dat we achterstaan op God. Ja. En dat lijkt ook een beetje te zijn met Nebukadnezar. Hij zegt bewust... ik leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Mm-hmm. Nou, dat is vaak een moment waarop Satan makkelijk toe kan slaan. Ja, als we het zorgeloos hebben en het gaat goed. En als we dan ook God vergeten, dat is vaak een recept voor ellende. We zien ook dat God een duidelijke plan met Nebukadnezar had en ook met Babylon. En dan zien we ook in het eerste stukje van de opmerking dat de hoge voorstelling van Gods plan met de volkeren verloor Nebukadnezar later uit het oog. Toen het rot werd en... toen zijn hoogmoedige geest echter werd vernederd voor de ogen van de menigte in de vlakte van Duda, had hij opnieuw erkend dat Gods koninkrijk een eeuwige koninkrijk is en dat zijn heerschappij was van geslacht tot geslacht. Dat had hij op dat moment dan voorbij laten gaan. Ja, dankjewel. Maar God was barmhartig en in op dit moment geeft hij een droom wat hij had bereikt, wat hij ook voor de andere volken was geworden. En ook wat met hem ook zou gebeuren als hij niet zou veranderen. Precies, het is een God barmhartige waarschuwing. Net zoals God Nineveh waarschuwde en veel andere mensen waarschuwden. Saul werd gewaarschuwd. Mm-hmm. Ja. God, het is hetzelfde dat God... in de Bijbel zien we dat eigenlijk iedereen krijgt een kans en gelegenheid om zijn fouten te verbeteren. Ja. Zelfs Farao kreeg meerdere kansen om zijn pad waar hij was ingeslagen te verbeteren. Ja. Maar Farao, zoals de Bijbel zegt, verhardde zijn hart. Ja. In dat perspectief moeten we dit verhaal denk ik ook zien. Want dat zeg ik even vooraf, voordat we natuurlijk naartoe gaan met de toepassing van de les. We zien in de Bijbel meerdere heidense koningen ook die zichzelf verheffen. Zoals Farao, Sanherib. Mm-hmm. En die verharden hun hart. En die ook een soort dezelfde doel had God ook met deze koning kunnen bereiken. Egypte was toen de macht van de wereld op dat moment. En hadden alle mensen die onder zijn hoede, zijn onderdanen, dan hadden ze ook over God kunnen leren kennen. God had natuurlijk Jozef gebruikt. Mm-hmm. En in de regering van de koning van toen in de tijd, waar de mensen waren bekend geraakt met God. En dan had het ook zo door kunnen gaan. Alleen op het moment dat hij God uitdaagde en verloochende, zo van wie is deze koning, wie is deze God? Dan God wil proberen ze natuurlijk zich te openbaren aan hem. Maar hoe harder hij zich tegen op de manifestatie van God ging, hoe harder zijn hart ook werd. En omdat God was degene die deze reactie veroorzaakte, dan lijkt het als God is degene die zijn hart verhardt. Ja. En natuurlijk staat het van beide kanten. Het is God die het verhardde. Omdat het God, als God was niet gekomen om zich te manifesteren, was de reactie van Farao nooit zo geweest. Was er niet zo ver gegaan. Maar aan de andere kant was Farao zelf die daar tegenaan zette. Het belangrijke is natuurlijk uiteindelijk, wat we zien in al die verhalen, is dat mensen proberen, Satan natuurlijk ook, proberen Gods plan te dwarsbomen. Ja. Of geven ze daar niet aan over. Ja. En we zien uiteindelijk dat God zijn doel altijd bereikt. Ja. En dat die weerstand die wordt geboden alleen maar voor zorgt dat Gods heerlijkheid nog meer duidelijk wordt. Nog groter, Nog groter en duidelijker wordt. Ja. En dat zien we in zoveel verschillende voorbeelden. Als Nebukadnezar het niet had gedaan, dan komen natuurlijk die anderen van Medo-Persië. Ja. Die doen het wel. Maar voor zijn eigen zaligheid heeft God ook die toegelaten. En we zien ook dat als het einde van Nebukadnezar, hij wordt gered. Hij wordt gered. Als we doorgaan naar de tweede vraag. We zien dat die koning heeft een droom. En waarschijnlijk had hij wel vaker dromen. Mm-hmm. En voor die uitleggen van zijn dromen, wat hij blijkbaar vaker deed, heeft hij een standaard groepje mensen. Mm-hmm. De vorige keer dat hij een droom had, was er maar één iemand die het kon uitleggen.
Maar die persoon, Daniel, die dat kon doen, die is er niet meteen bij. Ja. De eerste groep die aankomt zijn de typische, de magiërs, de bezweerders, de Galdeeën. Ja, weet je, Daniel had ook voor deze mensen ook gepleit. En, mm-hmm. en ze hebben hun positie gekregen, ze komen weer terug. En hij gaat ze ook niet zo meteen boven hun, alleen altijd naar Daniel toe. Maar ze hebben ook sowieso hun baan, hun positie, hun werk. En dan gaat hij ook weer terug naar hun toe. Waarom doet hij het nog een keer? Ja, je ziet het wel dat hij verliest van hij verliest het doel van God en ook wat God ook voor hem had gedaan. Dus ja, hij keert terug naar oude gewoontes misschien. Ja, en wat natuurlijk ook misschien een rol kan spelen is dat Daniel legt alleen een droom uit die van God kwam. Ja, ja. En andere de dromen. Koning had waarschijnlijk ook gewoon andere random dromen die gewoon kwam omdat hij te laat had gegeten of omdat hij niet goed kon slapen. Ja, en Daniel ging waarschijnlijk niet de suggestie wekken dat hij die kon uitleggen. Ja. En dan had hij dat legertje paleisjaknikkers. Die zeiden, oh nee, dat betekent dat het morgen mooi weer wordt en dat u een mooie dag krijgt. Oh ja. Ja. En koning, u bent zo slim en u bent zo wijs. En dat was ook de gewoonte in de tijd. Dus hij gaat sowieso eerder naar mensen die hem vertellen wat hij wil horen. En niet meteen de waarheid of ja, inderdaad wat je zegt. Maar goed, hij vertelt dan die droom die hij dus heeft gehad. En wat die droom wordt, daar gaan we zo meteen wat dieper over vertellen. En die droom is... Nebukadnezar had er zelf al een slecht gevoel bij. Ja. Hij werd namelijk bang. Ja. In de herzieningsstaatverdeling staat... ze konden deze mensen die dus waren opgeroepen, die Galdeër... die konden de uitleg ervan niet laten weten. En in de King James staat, ze lieten het niet weten. Mm-hmm. Want het Aramees waarin dit is geschreven... kan in allebei de manieren worden uitgelegd. Mm-hmm. Dus het zou kunnen zijn dat ze het echt niet begrepen. Mm-hmm. Maar ja, de betekenis van de droom ligt er wel enigszins bovenop. Ja. En dat blijkt ook uit het feit dat Nebukadnezar zelf zo bang wordt. Mm-hmm. Niet omdat hij... De vorige keer werd hij namelijk bang omdat hij de droom niet kon herinneren... terwijl het wel hem bezig hield. En ja. Hij dacht van, ik word hier wakker. En waar ging dit nou over? Het was superbelangrijk. Ja. En dat houdt hem bezig. Maar in dit geval weet hij de droom... En het geeft hem een akelig gevoel. Ja. En waarschijnlijk wist die Galdeeën ook wel... Als dit een echte droom van de goden is... Ja. Zal het niet bepaald het beste nieuws zijn voor die koning. Ja. Dus of ze, zoals de herzieningsstatenvertaling zegt... dat ze het niet konden uitleggen... of zoals de King James Version het zegt, het niet deden... Mm-hmm. Het zou kunnen zijn dus dat ze al een vermoeden hadden... dat het niet bepaald goed nieuws was... Ja, ik vind het wel interessant wat Thurius Smit hierover zegt, over dit stukje. Die zegt van, de wezen viel in nog grotere vernedering ten deel. Mm-hmm. Omdat in de eerste moment hadden ze gezegd van, ja, vertelt ons de droom en dan zullen we de uitleg geven. En nu wordt het de droom gegeven. En dat ze magiërs hem opnieuw smadelijk in de steek lieten. Ze konden de droom niet uitleggen en weer moest de profeet van God uitkomst brengen. Dus dat is weer een andere... commentaar over had kunnen gebeuren. Maar ja, interessant. Als het dan van God komt, het maakt niet uit of je alle intellecten van de wereld hebt of een geleerde mens bent. De verbanden kan je niet leggen. Je kan niet echt de juiste... mensen kunnen de Bijbel nemen en lezen en analyseren. En ze kunnen wel een mooie uitleg erover geven. Maar de kern daarvan... De link naar Jezus Christus toe, naar je verlossing, naar mm-hmm. hoe het werkelijk Christus onze gerechtigheid is. Dat kunnen we ze niet leggen. Precies. Ze zien het meer van een menselijke perspectief. En dat is op zich niet echt helemaal verkeerd. Maar er is een diepere betekenis die God aan de mensen wil geven. En een ander belangrijk punt is natuurlijk... kijk, woorden zijn nooit op zichzelf duidelijk. Ja. Mensen denken dat iets wat op papier staat, dat er is wel een aannemelijke betekenis. Ja. Maar woorden zijn uit zichzelf, hebben altijd uitleg nodig. Ja, zoals een e-mail die heel koud formelijk overkomt. Wat bedoelt deze persoon hier? Waarom staat dit zo? Bijvoorbeeld ook, wat bedoelt God met het feit dat hij het hart van de farao verharde? Ja. Betekende dat God het bewust deed, dat God hem een hak wilde zetten en hem in de verderf wilde storten? Ja. Of heeft het een andere betekenis? Dus woorden zijn op zichzelf, hebben altijd uitleg nodig. Mm-hmm. En wie kan je dat nou het beste vragen, wat die woorden die betekenen? Ja, diegene die het gegeven heeft. Precies. Wat doe je? Je hebt me zoiets verteld. Wat is het? Ja. En dus ook voor ons, om te begrijpen wat God nou precies met de Bijbel bedoelt, is het nodig dat we het hem vragen. Ja. Want God kan ons het beste uitleggen wat nou de uitleg van al deze dingen zijn. Dus we kunnen wel de context kennen. Het is ook allemaal goed om te bestuderen. Ons best doen om
te zoeken naar de betekenis. Dat wil God ook dat we dat doen. Mm-hmm. Want Jezus zegt ook, zoek, onderzoek de schriften. Ja. En dat is ook allemaal goed. Maar uiteindelijk is dat allemaal niks waard als we niet in verbinding staan met de auteur. Ja. Met de achterliggende auteur. Want alleen hij kon ons, alleen God kan ons daadwerkelijk duidelijk maken wat dit allemaal betekent. Ja. En dat God ook voor deze droom. Deze mensen konden wel beschrijven wat dit soort dingen normaal gesproken betekenen. Mm-hmm. Maar de echte ware betekenis, die kon alleen iemand begeven die in verbinding staat met God. Ja, en op zich was de droom niet zo moeilijk dat je zou kunnen denken van, nou, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, je kan een goede gok maken als buitenstaander. Maar God liet waarschijnlijk ook, verborg misschien ook deels de betekenis bewust voor deze Chaldeërs, zodat zijn eerlijkheid verder kwam. Ja. En dan wordt Daniël, die blijkbaar dus nog niet is vergeten, toch alsnog opgeroepen, het hoofd van de magiërs. Of een andere, nu denk je, een andere punt zal zijn. Als jij begint te gokken en zegt van, ja, misschien betekent dit en dergelijke. Ja, misschien kan dat ook betekenen. Hij wil echt weten, is het misschien of is het de echte betekenis daarvan? Ja. Dat kan ook een andere reden of een ander punt zijn. Maar uiteindelijk wordt dus Daniël opgeroepen en hij wist dus ook, want er wordt gezegd, in wie ook de geest van de heilige goden, en dat is het Aramees Elohim, dat van het Hebreeuws Elohim komt, dus dat kan ook betekenen de heilige God. Ja. God wordt vaker, wat wij God in enkelvoud noemen, wordt in de Bijbel vaak in het origineel in meervoud gegeven. Mm-hmm. Dat lijkt dus ook te betekenen dat Nebukadnezar was zich bewust van de goddelijke leiding die Daniël had. En hij vertelde de droom. En hij wil graag de uitleg weten. Nou, als we dan doorgaan dan naar de derde vraag, dan zien we wat die uitdroom betekent. Mm-hmm. Wat de droom was. Ja. En hij ziet een boom. Ja, hij ziet een boom. En dan midden op de aarde, groot van zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Hij was te zien tot aan de einde van de hele aarde. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten waren talrijk, zijn voedsel en voor alle volken. En onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verblijven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Mooi, prachtig een plaatje. Dus tot nu toe is het een mooie droom. Ja. We zien, het is natuurlijk spoiler, die boom, dat is koning Nebukadnezar. Ja. Dat maakt Daniël natuurlijk later duidelijk. Maar we zien ook de beschrijving, wat Nebukadnezar zelf ook had kunnen herkennen. Hij ziet een boom die al groot en sterk is. Mm-hmm. Nebukadnezar erfde een machtig rijk. Maar vervolgens toeneemt. Het wordt nog groter en nog sterker. En uiteindelijk reikt het tot de hoogte van de hemel. En het rijk wordt steeds groter. Het hoogtepunt van Babylons macht, eer en luister was onder koning Nebukadnezar. Mm-hmm. Ja. We zien hier ook in wat Gods bedoeling is met koningen. Ja. Om bescherming te bieden voor zijn schepping en zijn schepsels. Met name zijn onderdanen. Ja, zoals het Nieuw Testament ook zegt. Dat is onze dienares. Dienares, klopt. Ja, dat is het woord ik zocht. Dat de overheid, de dienares, is ten goede dat ze dan de orde. En maar ook als God hen ook weer welvaart geeft, dat het ook de onderdanen daarvan kunnen eten. Of kunnen. Precies. Dus het Gods bedoeling met heersers, met machthebbers, is om. Ze zijn een instrument in Gods handen om gerechtigheid en welvaart te bevorderen voor al zijn schepselen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk nog een vrije wil om dat wel of niet te doen. Ja, interessant vind ik dus dan vruchten. In de Bijbel wordt het vaak gezien als werken, wat je doet. Dan is het taalrijk, maar ja, net als wat je zegt, dus er is voedsel voor iedereen. En iedereen die er daar is, kan ervan genieten. En dat was ook Babylon. Babylon is de welvarend, maar ook meer zacht in de zin qua karakter. Anders dan de Romeinen of andere koninkrijken. Ja. Dus, Vervolgens komt er een wachter, die daalde niet uit de hemel. En die zegt, hak die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af. Haal al het goede weg, zeg maar. Mm-hmm. Haal al zijn luister en heerlijkheid weg. Maar laat zijn stam met zijn wortels in de aarde. En wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden met dauw van de hemel. Laat zijn deel samen met die in het gras van de aarde zijn. Mm-hmm. De boom wordt een mens. Niet meer dat van een mens, maar het krijgt een hart van een dier. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Ja, laat me ook denken aan Daniel 7 van een leeuw. En de leeuw kreeg een mensenhart. Trots en de gevoelens van de mens, ja. Precies, dan zien we dus ook daarin. Het loopt natuurlijk als een. Die kruisverwijzingen die lopen door het hele boek van Daniel heen. Ja, ja. En het doel wordt ook duidelijk. Die wachter zegt waarom moet dit nou een dier worden, die boom?
omdat hij moet erkennen dat de Allerhoogste heers is over het koningschap van mensen. En dat God het is aan wie hij zijn luister heeft te danken. Ja. Nou, en dan zegt Nebukadnezar, nou, dit heb ik gedroomd. Ja. Daniel, wat vind je er nou van? En wat is Daniels eerste reactie? Ja, Daniel die wenst natuurlijk de uitleg van deze droom dat het niet van hem zal zijn. Alsof hij wil zeggen van laat dat niet gebeuren voor jou, want dat wens ik voor andere mensen. U Belshazzar vertelde uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk heeft laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. En toen zegt Daniel... De koning Belshazzar laat de droom en de uitleg daarvan verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei... Mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haatte... en de uitleggen van uw tegenstanders. Hij wenst het sowieso niet voor de koning. Nee, maar hij wordt ook bang. Ja. Hij beseft namelijk meteen wat het betekent. Mm-hmm. Sneller dan in Daniel hoofdstuk 2. Meteen heeft hij de geest hem zo de betekenis van de droom laten zien. Ja. Er zijn, als we hier even pauzeren, want Daniel is dus bang, maar hij heeft toch de moed om het te vertellen. Ja. En dan meteen gaan we dieper in op de betekenis ervan. Hoe tactvol hij ook was om dat aan de koning te zeggen. Ja. Dat is van, ik wil dit niet per se, dus niet dat ik dit wil, maar ik moet u vertellen wat de waarheid is. Ja. Ja. Maar als we hier even pauzeren, er zijn, als we dit zo lezen, dan denken heel veel mensen, een mooie profetie, 7 tijden. Ja. Twee keer 3,5 tijd. Ja, dat lijkt een beetje op Israël. En Israël is ook een boom. Precies. En Jezus is de woordtroon. Het reisje uit de tronk van Isaïe. Precies. Ja. En dan zijn er mensen die denken... Oh, maar er is een andere toepassing hier buiten. De uitleg van Daniel. Van Nebukadnezar. Ja. Het is sowieso opmerkelijk dan dat het een visioen is... dat dus wordt gegeven terwijl de profetie al bezig is. Mm-hmm. Dat zie je eigenlijk... Je bedoelt dat... De uitleggers, die mensen die daar waarde aan hechten... die zeggen namelijk dus dat die boom niet alleen Nebukadnezar is. Maar ook Israël. Dus dan natuurlijk moet je beginnen vanaf het moment dat Israël in ballingschap gaat. En daar zijn we nu mee bezig. Ja. Dus precies. Dan wordt de profetie, dus terwijl de profetie bezig is... wordt die gegeven. Ja, en dan moet je dus staan voor de mensen... dan moet je dan teruggaan naar het verleden... om te zeggen, vanaf het verleden moet het dan beginnen. Dus het begindatum voor zo'n boom, voor zo'n profetie... sommige mensen zeggen, inderdaad komen tot 2520. Dan moet je terug in de tijd gaan... om dat als begindatum te stellen, zodat het... Ja, terwijl het al gaande is, ja. Bovendien, het begintijd van deze profetie is ook lastig vast te stellen. Mm-hmm. Dat zou dus dan zijn bij het begin van de ballingschap. Dus toen Manasse werd afgezet. Er zijn mensen die dat zeggen. En dan, toen was het koninkrijk van Juda niet ten einde. Ja. En daarvoor waren ze al een paar keer vazallen geweest. Ja, maar als dat echt voor het volk van Israël... dan was het aan Israël gegeven, niet aan de koning Nebukadnezar. Dan was de uitleg niet van... dat is voor jullie, maar nee, precies. Het is voor de koning zelf. Een andere punt is, hier is Simeon voorwaardelijke profetie voor de koning zelf. Van als je trots wordt, omdat je trots wordt, dan gebeurt dat. Want het is ongeveer hetzelfde wat gebeurt ook met de profetie van voor Ninive. Ja. De Ninive van Ninive is niet van, als jullie bekeren, dan gebeurt er niets. Nee, dit is wat gaat gebeuren. Ja. Mensen veranderen en dan gebeurt er niet meer. Of in ieder geval niet in het moment dat God had gezegd. Precies hetzelfde had het ook met Nebukadnezar kunnen gebeuren. Je wordt trots, dit is wat gebeurt. Ja. Dus het is voorwaardelijk. Verandert hij, dan gebeurt het niet. Dus dan hebben we geen 2520 vanaf het moment dat wij zouden verwachten. Ook, ja, het is een beetje raar inderdaad. Precies. Het is uiteindelijk, deze droom is, het doel van deze droom is heel helder. Het is een persoonlijke profetie voor Nebukadnezar. Ja. En waarom is hij dan toch opgenomen in de Bijbel? Nou, om duidelijk te maken aan ons allemaal dat deze man, waar hij allemaal doorheen moest gaan, en vooral een les uit te halen wat het brengt als je jezelf verheft en wat God doet vervolgens om je toch te redden, wat voor een diep dal je heen moet gaan. Er is eigenlijk geen goede reden om aan te nemen dat hier een diepere laag in zit. Daarbuiten. Ja. God gebruikt vaak de natuur om parallellen en vergelijkingen te maken, zodat mensen een les kunnen leren. Je bent een boom een leeuw of dit. Maar dat wil niet zeggen dat het ook weer voor iemand anders is. Omdat het natuurlijk bij een boom heb je groei en dan heb je mooie bladeren. En dan heb je natuurlijk de dieren zijn eronder. Dus dan
Maar ja, dat is ook weer voor het volk van Israël. Maar niet omdat zowel Nebukadnezar als het volk van Israël met een boom vergelijken worden, wil zeggen dat deze parallel of deze profetie ook voor deze toegepast kan worden. Nee, dus het, als we kort en krachtig het samenvatten, deze droom heeft echt alleen een specifieke toepassing voor koning Nebukadnezar. Ja. Waar we een les uit kunnen halen, maar er is niet een dubbele profetie gegeven voor Gods volk hiermee. Dat is niet aannemelijk. Dat zou het woord verkrachtigen. Dat zou echt geweld doen aan het woord. Ja, ja, precies. Als we verder gaan. Daniel legt de betekenis uit. En hij zegt, nou ja, die boom, die grote boom. Nou, dat hebben we eigenlijk een beetje gezegd. Dat bent u, koning. Ja. Niet zijn koninkrijk. Nee, hij. Hij. Precies. En dat maakt ook dat die dubbele laag onlogisch zou zijn. Want het gaat dus niet over een koning, het gaat over een persoon. Ja, want in Daniël 2 zie je wel van, u bent het hoofd en na u komt een andere koninkrijk. Dus dan zie je dat het na Nebukadnezar kwam niet meteen een ander koninkrijk. Maar dus wat Daniël bedoelde was, na zijn koninkrijk kwam een andere. Maar in dit geval gaat het niet om... Het gaat om de persoon. Het gaat om de persoon, ja. Uw grootheid is zo toegenomen als ze rijk tot de hemel. Uw heerschappij rijk tot het einde van de aarde. Met Juda nooit gebeurd. Nee. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel. Die zei, hou deze boom om, vernietig hem. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, et cetera, staan. Nou, wat betekent dat dan? Zegt hij, dit is de uitleg ervan, zegt Daniël, o koning. God heeft besloten, ik parafraseer een beetje, dat dit de koning overkomt. Dat hij uit de mensenwereld wordt verstoten en dat hij verblijf zou hebben in de dierenwereld. Men zal u gras te eten geven zoals rund. U zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. En dit zal 7 jaar. Mm-hmm. Dat gebruikt de Bijbel vaker. 7 tijden, een tijd, een tijd en nog een tijd. Tijden en nog een tijd bijvoorbeeld. Dus dan 3,5 jaar, dat zien we ook vaker terugkomen. Ja. Dus 7 tijden, 7 jaren. Totdat u erkent dat Allerhoogste heerst is over het koningschap van de mensen. En dat hij geeft aan wie hij wil. Nou, en daarmee is dus de uitleg klaar. Ja. In zekere zin. Kijk, als en dan vervolgens zegt hij uit dat het niet het einde is en dat hij nog... Als hij dat gebeurt, dat dan hij hersteld zou worden nadat u erkend zult hebben dat God van de hemel de heerser is. Het verschil dan tussen deze profetie, als dat een profetie voor anderen, voor het volk van Israël of zo zou zijn, met 2300 avonden en de morgen, staat duidelijk gezegd van dit is voor de tijd van de einde. Mm. Dit is echt lang. Maar hier niet. Het is 7 tijden en dan komt het weer goed. Het laatste wat ik wil zeggen over de 2520 dagen. Er zijn dus mensen die geloven dat dit dus een dubbele profetie is, die een betekenis heeft als een soort van dubbele laag voor de 23 avonden en morgens. Ja, 7 maar maal 360, 2520. Maar dat het dan begint bij de eerste ballingschap onder Manasse. Het laatste wat ik wil zeggen, deze profetie heeft eigenlijk geen functie dan. Want dan zou die 2520 dagen die beginnen dan eerder, maar eindigen ook in 1844. Ja. God doet nooit iets zonder reden. Ja. En het is dus het nut hiervan, het is ook moeilijk te laten zien, maar anders dan dat, het voegt niks toe. En daarnaast heeft ook Sister White gezegd, wij geloven de geestelijke profetie, bewust gezegd dat de langste profetische tijdsperiode in de Bijbel de 23 avond en morgens is. Ja, precies. Nou, ik ben geen wiskundige, maar 2520 is toch echt meer dan 2300. Ja. En daarmee ontkracht zij dus ook dat dit een waarde zou kunnen hebben. Ja. En het woord tijden is niet hetzelfde woord wat je dan later hebt in een andere profetie. Dat je dat kan nemen als een soort van dag- en jaarprofetie. Het is heel anders hier. Ja. Dat woord is anders. Ja. Ja. En bovendien, dit is ook dus nogmaals, het is een voorwaardelijke profetie. Ja. Nog een laatste argument om maar na te geven. De 23 en morgen zijn geen voorwaardelijke profetie. Nee, dat vanaf het moment dat het uitgaat, dan gebeurt het. En bovendien, waarom het ook niet voorwaardelijk zou zijn, dan als de 520 jaar zou kloppen, die kunnen niet voorwaardelijk zijn, want ze waren al bezig. Ja. De ballingschap was al begonnen. Ja. En dus dat is allemaal een beetje moeras. Mm-hmm. Maar als we gaan kijken dieper naar wat Daniël vervolgens... We gaan dus even terug naar de uitleg van de droom als van toepassing op Nebukadnezar. En Daniël vertelt hem dus de betekenis. Maar hij maakt meteen duidelijk dat dit niet een onvoorwaardelijke profetie is. Hij zegt, breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten. Ja. En met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Mm-hmm. Ja. Precies zoals het voor Ninive. Ja. Veranderd, bekeren. Ja. Precies.
In de opmerking staat dat hij getrouw de droom had uitgelegd, drong Daniel bij de trotse vorst erop aan zich te bekeren en terug te keren tot God. Opdat hij door goed doen de dreigende ondergang zou afwenden. Mm-hmm. God veroordeelt mensen nooit van tevoren tot iets wat onafwendbaar is. Ja. Mm. Mensen hebben altijd een keuze om iets aan te nemen of niet. God geeft hier een waarschuwing. Mm-hmm. En Nebukadnezar had de kans, kreeg de kans om zijn gedrag aan te passen. Om God alsnog te dienen en God te erkennen als de ware God. Maar goed, Nebukadnezar kiest iets anders. En als we naar de 50 gaan gaan, gaf de monarch gehoor aan de adviezen? In het begin. Zoals we dat ook doen met de tekenen van de eindtijd. We zien een aardbeving. Denk van, oh ja, de heren, we moeten de heren zoeken. En begin van coronacrisis waren we even, oh, weet je. En ja, het is maar een ziekte. Nou, het leven moet teruggaan zoals vroeger. En dan zie ik ook weer de Nebukadnezar die denkt van, nou, er is niks gebeurd. Dus de maanden gaan voorbij en ja. Nou, dus volgens mij was het alleen maar een droom. Dan had Daniel niet gelijk. Het is wat we vaker zien inderdaad. Mensen denken, hebben de illusie dat van uitstel altijd afstel komt. Ja. En dat God ook liefde is, dat komt niet. De goddeloosheid in zijn hart, er is geen God. Waarom? Omdat de straf van de zonde uitblijft. Ja. Uit lijkt te blijven. Ja. Adam en Eva nadat ze de gezonde scheen niet meteen dood. Ja, precies. En dat lijkt mensen het idee te geven, oh, maar ik word niet gestraft voor de verkeerde dingen die ik doe. Dus er is geen uiteindelijk oordeel. Er is geen God die mij oordeelt. Ja. En Nebukadnezar die zal dus enorm onder indruk zijn geweest toen hij deze droom voor het eerst hoorde en de uitleg ervan. Maar ja, het kwam maar niet uit. Ja. En hij ging zich steeds slecht gedragen. Ja. En precies wat mensen zeggen tegenwoordig. Waar is de wederkomst van Jezus Christus? Precies. Dus dat uitstel ziet men als een zwakheid van God. En als dat God niet bestaat. Maar dan zien ze niet dat de genade van God is. De slechte dienstknecht zegt in zijn hart. Mijn Heer vertoeft te komen. Precies. Ja. En dan, wat uiteindelijk de opmerker zegt, tot hij het geloof in de uitlegging van de droom had verloren en spotte met zijn vroegere angst. En ja, op een morgen of op een dag zegt hij van, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis van het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterkte macht en ter ere van mijn majesteit? Ja. Op dat moment gooide hij alles weg wat hij dan van God had geleerd. Dat hij alles van hem had ontvangen. Precies. Hij wist dat hem was verteld. Hij wist het dat hij van alles van God afhankelijk was. Maar hij geeft zichzelf alle eer. Hij stelt zichzelf boven God. En als we doorgaan naar de zesde vraag. Wat is meteen hetgeen wat hij hoort terwijl hij nog aan het praten is? Ja. Meteen hoort hij een stem die zegt, uw koning, een stem vanuit de hemel, uw koning Nebukadnezar wordt aangezegd, het koningschap is van u weggenomen. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en zult u verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals het aan runderen en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Ja. En op dat moment werd het gebeurde meteen. Ja. Dus terwijl hij zichzelf zat te verheerlijken, op hetzelfde moment hoorde hij dus een stem uit de hemel en verliest hij zijn verstandsvermogen. Ja. En werd hij gek. Het opmerkelijke is hierover dus, Nebukadnezar werd gek, hij werd verstoten. Overigens, dat was ook de manier hoe mensen in die tijd ermee omgingen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar hoezo werd hij niet gedood? Ja. Nou, dat was een bijgeloof dat mensen dachten dat als je iemand die gek was doodde, dat je dan de boze geesten in die persoon over jou zouden komen. Ja. Dus mensen durfden ook die mensen niet te doden. Mm-hmm. En daarom werden ze vaak dan verstoten naar buiten. Ja. Interessant zie ik ook dat God ziet in de Nebukadnezar iemand die waard is om hem op deze manier te beproeven. Dat hij een edele steen waard was om gesleept te worden. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat we, ja, tijdens de voorbespreking noem je die vergelijking ook. We zien eigenlijk een slechtere David. Mm-hmm. David was natuurlijk nog dichter bij God. Maar David maakte dezelfde fout. Hij was duidelijk iemand met gebreken. Ja. Die fouten, maar als hij werd geconfronteerd met zijn fouten, erkende die macht van God. En Nebukadnezar deed hetzelfde. Ja. In Daniel 2 en 3. Ja. Hij maakt fouten. Hij is stellig. Ja. Hij is de koning, hij heeft het voor het zeggen. Maar in het moment dat er met andere feiten wordt geconfronteerd, is hij van, oké, dat is het. Dat is de God, ja. Prima, dat is de God. En iedereen die hem niet aanbidt, die wordt zijn huis ook weer kapot, zegt hij ook in hoofdstuk 3. Zegt hij deze niet, maar
wel interessant. Hij is ergens wel oprecht. Hij is vergeetachtig. En God ziet dat hij een mens is die waard is om nog verder met hem te werken. En als dit het enige weg is waardoor hij kan beseffen en tot bekering kan komen. En nou ja, dat doet het. En God heeft hem genudged, zeg je in het Engels. God heeft hem duwtjes gegeven om hem te laten zien. Ja. Maar de daadwerkelijke bekering kwam maar niet. Ja. Hij ging continu terug. Dus er... Ja. Drastische maatregel nodig. Ja. Je ziet ook groei van Nebuchadnezzar. Hij gaat weer omhoog en dan valt hij. En dan valt hij nog dieper uiteindelijk. Ja. Ja. Maar goed, die 7 jaar gaan voorbij. Hij leeft als een mens, als een dier onder de dieren. Wow, de nagels, zijn haar, alles groeit echt als een beest op het veld. De tijd is voorbij en de Bijbel zegt 2 keer dat zijn verstand terugkwam. Eerst uit het niets dat zijn verstand terugkwam. En daarna nog een keer dat hij God had verheerlijkt dat zijn verstand terugkwam. Mm-hmm. Dus wij dachten misschien dat hij zijn verstand eerst geduldelijk terugkreeg. Een besef van waar hij was. Ja. Het laatste wat hij zich herinnerde was dat hij zichzelf verheerlijkte. Hij wordt een soort van wakker. Hij ziet zijn nagels, hij ziet zijn haar, hij ziet waar hij is. Ja. Waar hij mee bezig is. En dan heeft hij een eerste besef. En dan denkt hij, okay, van de situatie, ja. Dit is er gebeurd. Ja. En wat doet hij meteen? Ja, dat is de 7e vraag. Dan prijst hij de Heere. Ja. Dan ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkt hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immer zijn eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Ja, hij erkende dus de macht van God. Mm-hmm. En het mooie is dat God toen meteen zijn volle verstand weer heeft teruggegeven. Ja. En alsof er niks aan de hand is, werd hij weer koning. Ja. En hij ging verder met zijn bestaan. Ja. Het was dus ook geen straf van God, dit. Ja. Dit was echt Gods manier om iemand terug te brengen op het juiste pad. Ja. Nebuchadnezzar had een harde maatregel nodig. Mm-hmm. En je ziet het ook in het geval van Saulus. Saulus was een koppige mens. Hij had ook een hij moest echt stof eten, als het ware. Hij moest echt letterlijk zijn neus op de feiten worden gedrukt, zodat hij dat kon zien. En dat heeft hij ook. God had zijn eerste besef, of hij had Nebuchadnezzar alleen tot zijn eerste besef kunnen laten, als een eenvoudig mens die in God gelooft. Mm-hmm. Weet je, ik besef dat God alle eer heeft en dan ben ik een eenvoudig mens. Maar hij geeft hem ook het tweede verstand, dat hij ook weer dus alle kennis en alle wat het daarvoor had, zodat hij niet alleen blijft als een eenvoudige mens die in God gelooft, maar dat hij echt hersteld wordt in zijn positie als koning. En dat ook grotere eer krijgt dan daarvoor. Ja. Heel mooi. En wat doet hij vervolgens? Meteen nadat hij beter wordt, hij geeft God alle eer ervoor. Ja. Hij vertelt wat hem is gebeurd. Hij legt getuigenis af. Hij vertelt, nou jongens, dit is echt de God van de hemelen. Ja. Ik Nebuchadnezzar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Ja. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed in weg gaan. Ja. En hij vertelt hem ook, jongens, maak niet dezelfde fout als ik. Ja. Wat we er ook in dus zien is dus, God heeft daarmee nog meer zijn heerlijkheid verkondigd onder de heidenvolken, zoals we aan het begin zeiden. Ja. Wat niet lukte met het volk Israël, lukt God uiteindelijk wel via deze heidense koning. En later ook via Kores en via Ahasveros. Ja. Het lukt God vaak niet. Via Salomo lukte het in het begin. Ja. En later ook via Hiskia. Maar uiteindelijk, het volk is te koppig. Ja. En uiteindelijk een klein overblijfsel, Daniel en zijn vrienden en een paar andere trouwen, die worden op posities gebracht, later ook Ezra en Nehemia, op posities gebracht waar ze ook in aanraking zijn met de koning, die op dat moment in de macht is. En via hen bereikt God die heidense koning en bereikt God de hele heidense wereld om zijn heerlijkheid te verspreiden. En dat is de reden waarom Babylon ook een symbool is voor de gevallen kerken. Omdat Babylon de kennis van God heeft geleerd. Ze hebben God leren kennen door de Nebuchadnezzar zelf. Ze hebben de macht van God gezien. En later zijn ze afvallig door zijn kleinzoon Belshazzar. Dus hoe hoog ze gingen, hoe groter de val was. En hoe erg dat was. En dat daarom ook weer een parallel met de gevaarlijke kerken. Dank je wel. In de eindtijd. Als we deze les afsluiten, dan zien we, en het op onszelf persoonlijk toepassen, denk ik dat de belangrijkste les die we uit kunnen halen is, ieder mens is een boom. Ja. En je groeit, je hebt een wortel, je groeit, je kan vruchten dragen. Maar wat doe je ermee? Precies. En wie is er verantwoordelijk voor die groeiende boom? Of is het God die ervoor zorgt dat hij goed gevoed wordt? En dat hij de juiste zon krijgt en het juiste water?
Aan de hand van welke vruchten, wat voor vruchten je draagt, dan wordt het ook bepaald in de hemel wat je toekomst zal zijn. En als wij onszelf verheffen, en ik denk dat het belangrijkste moraal is voor onszelf, is dat zelfzucht, eerzucht, gevaarlijk zijn. Waarom? Want hoe meer we onszelf verheffen, hoe harder God ons moet storten. En hoe dieper God ons moet storten in het dal van nederigheid. Om ons ego te kunnen overwinnen. Ja. En dat laat dit voorbeeld van Nebukadnezar zien. En Efeziërs 3, vers 17 zegt dat wij geworteld in de waarheid dienen te zijn. Dat op Jezus Christus de rots. Dat beste. Het is dus een mooie les waar we veel uit kunnen halen. En het belangrijkste is dat we uiteindelijk, als wij nederig zijn tegenover God en erkennen dat we alles van God afhankelijk zijn, we niet onszelf hoeven te verhogen, maar dat God dat dan voor ons doet. Ik hoop dat deze les ook een zegen voor u was. En ik hoop u graag weer de volgende keer te zien. Godsrijke zegen.